Hey YouTube, het is weer woensdag, dat betekent een nieuwe video. Afgelopen vrijdag geloof ik, vond ik hier in mijn bak, in mijn Jewel Rio 180 hier in de woonkamer, vond ik een dooie Corydoras panda. Ik stelde jullie de vraag met een mooi fotootje, wat doen jullie hiermee? Heel veel mensen reageerden daarop dat ze hem zo snel mogelijk uit de bak haalden. Daarin werd onder andere genoemd dat ze bang waren voor parasieten. Mijn optiek daarop is lekker in je bak laten. Het is 180 liter, nou iets minder, netto denk ik 150 liter. Visjes lossen het wel op, zitten goed intern of extern filter onder. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb Helena slakken in de bak. Ik heb twee Blue Phantom plekko's in de bak. Ik heb Corydorassen in de bak. Ik heb Rasboras Galaxies in de bak. Ik heb Japonica garnalen in de bak. In mijn optiek is er geen beter voer dan verse vis. En die heb ik dus in mijn bak laten liggen. En inmiddels zijn we 3 dagen verder. En dan zal ik jullie laten zien wat er over is van de Corydoras. En ik kan je vertellen, het is bizar weinig. Ook zal ik verder nog even een update geven over de bak hier achter me. Onder andere over de CO2-installatie die ik onlangs heb geïnstalleerd. En zoals jullie zien, de planten zijn lekker aan het woekeren. Ik heb hem niet gesnoeid, maar kijk maar mee. Nou, zoals jullie zien is het oppervlak goed dichtgegroeid. Dit is allemaal de Limnophila sessiliflora, geloof ik, die je hier ziet. Die zit helemaal over de oppervlakte heen. Ook heb ik daar achter me Vallisneria's die over de oppervlakte heen hangen. En zoals je vanaf boven in de bak kan zien, sorry voor de felle verlichting, heb ik nogal wat eendenkroos op de bak liggen. Dus ja, dat haalt ook wat licht weg. Allereerst zullen we eens even kijken waar de Corydoras panda, die lag daar in de bak. Maar inmiddels ligt die hier. We gaan eens even kijken of we hem zien. Hier zie je alleen nog een, wat is het? Wat van zijn schild. En hier ligt nog een heel klein stukje. Maar dat is dus wat er overblijft van je vis als je die gewoon 3 dagen in je bak laat liggen. En ik gok dat vooral deze rakkers, die daar ziet, de Blue Phantom plekko's, zitten er 2 in. Dit is de grote opruimer, gok ik. Daarnaast zitten er Japonica garnalen in die ik zo snel even niet zie. Maar dat is dus wat er overblijft. Dus, belast het je bak? Volgens mij valt het reuze mee. Ik denk niet dat het een ontzettende belasting is. Uiteraard, als dit een 30 liter bakje was geweest, dan had ik hem eruit gehaald. Maar voor deze bak is het geen enkel probleem om dit te processen, zeg maar. Daarachter zie je trouwens tegen het filter aan een van de Japonica's. Verder ziet de bak er prima uit. Er zitten lekker veel Rasboras Galaxies in die hier nu allemaal achter zitten. Achter de beplanting, dus die zullen we niet heel erg in beeld zien. De betta. Kijk, daar gaan een paar van de Galaxies. CO2 is goed aangeslagen. Ik heb veel minder last van baardalg. Je ziet het hier nog wel een beetje op de Java varen. Daar zit nog wat baardalg. En hier, dit plantje, weet ik even de naam niet. Hier onderin op de bodem, daar zit ook nogal wat baardalg. En verder is het vooral de worteltjes die uit de grond komen. Die al onder de baardalg zaten. Daar zit nog steeds baardalg op, maar ik heb toen de tijd bijvoorbeeld van mijn Anubias wat bladeren weggesnoeid die behoorlijk beschadigd waren. Nou, zoals je ziet, ziet dat er allemaal prachtig uit. Dan hebben we hier de CO2-set. Die bubbelt mooi zoals jullie zien. De belletjes die lossen aardig goed op. En nu heb ik wat minder stroming in de bak doordat alle planten bovenin zo gewoekerd zijn. Maar vooralsnog doet alles het prima. Het enige probleem wat ik heb gehad is dat telkens dat slangetje van mijn, hoe zeg je dat? Het enige probleem wat ik heb gehad is dat slangetje telkens van mijn die unit afschiet. Heel even de naam kwijt, kan niet op het woord komen. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat er wat water in de slang is, dus dat die wat glibberiger wordt. Maar daardoor is de CO2 toevoer dus niet helemaal optimaal geweest de afgelopen dagen. Wat ik daarvoor wil doen is eigenlijk gewoon een druppeltje secondenlijm in het slangetje. En dan gewoon vast plakken die handel. Dus, maar al met al ziet de bak er prima uit. En ook hier, daar gaat beta.
Hij ziet er nog steeds prachtig uit, de betta van Aquarium Gek Oosterhout. En niks mis mee. Hier zie je nog wat Corydoras panda die het ook nog wel overleven. En zoals jullie zullen zien, ik heb hier een stickertje plakken. De bak is inmiddels teruggezakt naar 30, 31 graden. Die was, toen ik terugkwam van een weekendje weg, was hij 34. Maar eigenlijk overleeft alles het prima. De planten die houden de zuurstof wel in de bak. En tot nu toe weinig problemen dus. Dat is dus hoe ik omga met dode vissen in mijn aquarium. De bak staat er prachtig bij. Ik hou van de jungle look. Ik wil hem dus ook voorlopig nog even niet snoeien. Lekker dicht laten groeien. Betekent wel, want nu heb ik natuurlijk zeker twee keer zoveel planten als ik net heb gesnoeid. Dat ik dus ook een heel stuk meer plantenvoeding toevoeg. Omdat anders alles doodgaat en er tekorten komen aan voedingsstoffen. Zoals gezegd, zorg ervoor dat dode vis, als het echt zo'n joekel is, niet in je bak laten liggen. Maar een corydorasje op zo'n bak kan prima. Wordt vanzelf weer verteerd door de rest van de vissen opgegeten. En je bak kan prima verwerken. Laat vooral weten wat je van deze video vond hieronder in de comments. Laat ook even weten hoe jij omgaat met dode vissen in je aquarium. Ben ik toch nog steeds benieuwd naar. En ik zie jullie volgende week woensdag. La ta ta.